Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe zwangerschapsupdate. Ik ben inmiddels 34 weken zwanger, bijna 35. En ik wilde je vandaag even vertellen van hoe het met mij gaat en in de buik en alles. Dus laten we maar gewoon beginnen. Ik zit in een echt spectaculaire outfit. Ik heb alleen maar zo'n soort vagelijk sport-BH'tje aan wat echt niks doet voor mijn lijf. Maar meer kan ik echt niet handelen. En een wit tanktopje. En dan een kort broekje. Dat kan je nu niet zien. Dat zal ik straks wel even laten zien. Want ik heb eigenlijk zijn al mijn jurkjes nu te kort. Omdat mijn buik zo immens is. Dus het is nu 30 graden buiten. En nou ja, hier moet ik het maar mee doen voor vandaag. Sorry voor het achtergrondgeluid. Er is helemaal een kind aan het huilen. Het stopt niet echt. Dus ik dacht, we gaan maar gewoon beginnen. En ik zit vandaag een keer in de slaapkamer. Want Niels en Sven zijn ook thuis. Dus die zijn in de woonkamer. Het schiet al op, 34 weken. Ik zag dat de baby nu de size of a melon is. Nou, als je naar mijn shirt kijkt, dan denk je, zit er misschien een watermeloen onder. Of misschien nog meer dan dat. Nou, die vraag krijg ik ook vaak. Bij de verloskundige checken ze ook steeds van, nou, oké, je buik is wel heel groot. Zo op het zicht. Maar als ik dan ga liggen, dan zakt het in en is het gewoon een hele normale groei. Dus in die zin is het eigenlijk gewoon helemaal prima. Alleen het oogt gewoon nogal groot. Ik draag gewoon wederom volledig naar voren. Bij Niels ook zo. Bij Niels was het wel meer... hier heb ik nog wel iets aan de zijkant. Bij Niels was het echt zeg maar zo. En dan zo. Maar nog steeds eigenlijk volledig naar voren. En totaal niet naar binnen. Wat natuurlijk heel erg helpt in... Anders zitten... Wat heel veel helpt met heel veel klachten. Maar wat het natuurlijk ook wel weer zwaar maakt. Want al het gewicht is op je buik. Nou, ik heb natuurlijk een tijdje geleden gehad dat ik te weinig leven voelde, zeg maar. Nou, dat is echt weer, dat is weer helemaal back in business en niet normaal veel aan het wegen. Ik heb aanstaande woensdag de liggingsecho. En dan gaan ze eens kijken hoe ze ligt. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat ze niet met haar hoofd naar beneden ligt. Want ik voel hier altijd de meest harde delen. Qua schoppen, knieën, voeten voor mijn gevoel. En ik voel hier ook vaak een bil liggen. Dus ik denk, maar ja, weet je, weet nooit, het kan ook een hoofd en armen zijn natuurlijk. Maar ik heb het gevoel dat de meeste power hier zit. En dat hieronder voel ik ook wel, maar dat is minder hard. Maar het kan ook zijn dat de placenta daar gewoon meer ligt of zo. Dus ik weet niet. We gaan het zien. Vorige keer was ze in ieder geval nog niet ingedaald. Volgens mij nu ook niet. Niels was de schildpad, dus die daalde in en die ging er weer uit. En die daalde weer in en die ging weer uit. Zoals vaak zeggen, als ze eenmaal ingedaald zijn, zijn ze ingedaald. Nou, dat was bij Niels niet het geval. Bij Niels, ik denk dat hij uiteindelijk nooit echt goed ingedaald is. Dus nou ja, weet je, dat gaan we gewoon zien. De verloskundige zei ook, het zou mij niet verbazen als je de 42 weken gaat redden. Niels was 11 dagen te laat, dus ik ga er... Niet vanuit dat zij spontaan heel vroeg komt, maar 42 weken lijkt me wel heel lang. We gaan het meemaken. Je hebt er geen invloed op, dus ik ga het gewoon zien. Ik heb ook niet zoiets van, het moet nu komen of zo, helemaal niet. Ik bedoel, het gaat prima. Ik merk wel, het warme weer is wel pittig. Ik ben normaal echt wel een enorme liefhebber van zon en warmte. En nu ben ik wel een soort van opgeblazen ballon. Ik heb soms echt worstenvingers na een uur buiten zijn. En dan zit ik niet eens in de zon, dan zit ik in de schaduw. En echt van die mega dikke enkels en zo. Dus nou, voor nu is het misschien niet het allerlekkerste klimaat. En ik vind het wel heel lekker, want je kan met Niels gewoon lekker naar buiten. En dan zit hij gewoon in de speeltuin en dan hoef ik fysiek niet zo heel veel te doen. En dan kan ik gewoon genieten van hoe hij lekker aan het spelen is. En zandtaartjes voor me aan het bakken is en zo. Met mijn pijn in mijn bil gaat eigenlijk heel erg goed. Ik hoef ook niet meer naar de fysio. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik heb vorige week of die week ervoor de laatste sessie gehad. En dat is gewoon puur omdat ik nu eindelijk een keer naar mijn lichaam heb geluisterd. En gewoon echt... Ze zei ook van... Hey, ook al, want het, nou, het heeft vrij lang geduurd voordat het beter ging. Ik zei ook, ja, weet je, ik kan nu ook gewoon niet meer. Zeg maar, ook met mijn buik lukt bukken niet. En weet je, dus je bent zeg maar... je wordt nu aan twee... Nou, het kind haalt gewoon steeds. Hou op. Nou, het is natuurlijk heel vervelend, maar ook voor mij. Nee, genoeg lachen.
ben heel blij dat ik daar gewoon nu geen pijn meer aan heb. Ik mag nog steeds natuurlijk dezelfde dingen niet tillen, niet bukken. En gelukkig heb ik gewoon super lieve ouders die heel veel helpen. En bijvoorbeeld morgen gaat Sven halve marathon lopen. My god, het is 30 graden jongens. Hij liever dan ik. En dan komen zijn ouders even helpen. En dat is ook heel fijn. Want zonder dat lukt het niet. En daarbij ben ik ook wel een beetje hormonaal. En Niels is de laatste dagen niet helemaal in zijn sas. Dus dat helpt ook niet echt mee. Want dan heb ik niet echt het geduld om er gewoon rustig mee om te gaan. Op alle momenten. En natuurlijk, meestal lukt dat me prima. Maar soms denk ik, hormonen. Wat we ook hebben gedaan is, we zijn gestopt met Niels en Speen. Want we dachten, het moet of nu, dan is het nog ruim voor de baby. Of het moet veel later. Maar veel later, dan zou het dan in het najaar betekenen. Of ja, zeg maar in de winter. Oktober, november of zo. Maar november is hij natuurlijk jarig. En dan komt Sinterklaas en de kerst. En dat is ook gewoon best wel voor een kind een spannende periode. Dus dan zou je eigenlijk pas weer een stuk daarna. Dus nou, toen dachten we, weet je, laten we het gewoon gaan doen. We zijn cold turkey gestopt. En eigenlijk gaat het heel goed. Alleen het inslapen is een beetje lastig. Dus zeg maar, het slapen op zich gaat super. Alleen het inslapen, want toen zeg ik niet. En die heeft ook een beetje TLC nodig en mittens. Alleen het inslapen is nog een beetje lastig. Dus dat duurt gewoon wat langer. Maar dan hoor ik dat veel kinderen dat op deze leeftijd hebben. Dus misschien heeft dat überhaupt niks met die speen te maken. Alhoewel, wel daar een duidelijk verband tussen zie. Ja, verder merk ik bijvoorbeeld mijn haren en zo. Ik zat toevallig vanmorgen als ik aan het douchen en mijn haar aan het was. Toen dacht ik, er komt gewoon niks uit, zeg maar. Als je normaal heb je zo'n halve bos haren die dan los staat als je haar was. Maar dat is helemaal niet het geval. Dus ja, alles wordt gewoon... Hey. Ga niet stoeien nu, mittens. Oh, gangster. Ik zit wel een beetje stoeien, maar dat gaan we even niet doen. Dus dat is een merk. Ik heb hele lange nagels. Heel sterk ook. En dat soort dingen merk ik ook, dat nu weer volop aan de gang is. Ik wil nog wel even naar de kapper ook. Ik denk weer een pedicure, want daar kan ik dus ook niet bij. Maar ik zat ook denk misschien dat ik gewoon even aan Sven of mama vraag om even mijn nagels te lakken. Want ik vind het ook weer een beetje... Ik ga dan liever mijn geld uitgeven aan een zwangerschapsmassage. Want dat lijkt me wel echt weer even heerlijk. Dat heb ik met Niels ook een keer gedaan. Dan heb je zo'n tafel met zo'n gat erin. Dan gaan we van hak op de tak, hè? Dat is wel leuk. Maar dat wil ik ook nog wel een keer doen. Ik wil nog naar de kapper. Gewoon dat soort dingetjes gedaan zijn. Dit is mijn laatste week voor mijn verlof. Dus nu weekend en dan mijn laatste week voor mijn verlof. Dus dat is heel fijn. Ben ik ook wel echt aan toe. Ik merk dat het gewoon fysiek zwaarder wordt. Dus nou, zodra ik verlof heb, ga ik allemaal dat soort beauty dingetjes doen. Ik heb het eerste roze wasje gedraaid. Dat is een feit. Want dat ga ik natuurlijk niet met de witte dingen doen. Dat lijkt me niet zo handig. Maar dus ik heb nu de eerste roze was gedraaid. Ik heb ook meteen de witte gedaan. We hebben een wiegje van iemand gegeven. Die spullen heb ik ook gewassen. Want dat moet ik allemaal nu met neutraal wasmiddel. Of in ieder geval clean wasmiddel. Zonder parfum en zo. Dus dat is gedaan en gestreken. Nou, dat vond ik al heel wat van mezelf. Maar er moet nog best wel veel gebeuren. Morgen komen dus mijn schoonouders. En dan gaan we het laatste dingetje in de kamer afmaken. Dan komen, als het goed is, volgende week de gordijnen volgens mij. En dan is op zich het kamertje af. Nou, Sven, ik moet dan nog die muurstukjes pakken. Ik ben nog op zoek naar één leuk ding voor in een lijst. Dan is zeg maar het kamertje denk ik zo goed als klaar. Dan moet de gang nog verbouwd worden. Ik ben benieuwd wanneer dat gaat gebeuren. En dan is dat allemaal klaar. Dan moet natuurlijk nog de box, de woonkamer in en dat soort dingen. We moeten nog de berging opruimen. Dus er moet nog best wel een hoop gebeuren. Maar ja, weet je, dat het hoeft ook niet allemaal vandaag. Maar ik begin nu wel een beetje de nesteldrang natuurlijk van, oké, het moet wel een beetje gaan gebeuren nu. Het wiegje komt ook sowieso eerst bij ons op de kamer te staan. Niels stond hier. Dus eigenlijk aan ons voeteind, maar dan lagen wij meestal andersom. Maar ik zit er nu toch over na te denken om het bed gewoon een stuk op te schuiven en er aan mijn kant te leggen. Omdat dat wel praktischer is natuurlijk met voeden en zo. Maar daar moet ik gewoon even over nadenken. Dit is gewoon makkelijker qua loop en dat soort dingen. Maar dat, voor Sven dan. En ook, ik kon natuurlijk de eerste 5 dagen gewoon überhaupt niet fatsoenlijk bewegen. Dus dan was het wel makkelijk dat ik gewoon normaal mijn bed uit kon. Maar we gaan even kijken. Maar in ieder geval weer een wiegje op slaapkamer en... Ik heb een babynestje besteld. Ja, dat soort dingen zie je allemaal voorbij komen in mijn vlogs. Ik ga sowieso nog een roomtour opnemen. Maar dat moet ze even als alles klaar is. Verder heb ik... Ik had het vorige keer volgens mij over een beetje een pijnlijk soort gevoel. Schuin naar beneden bij mijn navel. Dat is weg.
Dus eigenlijk voelt mijn buik gewoon prima. Ik voel nu ook weer een knie. Nou, ze is echt super bewegelijk. Ze is volgens mij echt veel bewegelijker dan Niels. Ze zei van de week ook, ik zei, moet je nou kijken? Nou, die hele buik ging heen en weer, maar ook gewoon anderhalf uur lang of zo. Ze zei, nu vind ik het gewoon een beetje eng worden. Het is best wel een raar idee ook, dat je gewoon een mens onder je buikhuid ziet bewegen, zeg maar. Dus ik snap het wel. Zij dus vindt het dan eerst heel bijzonder en op een gegeven moment denk ik, oké, nu vind ik het een beetje eng worden. Ja, zal ik maar gewoon mijn buik even laten zien, hè? Ik heb nog steeds, ik dacht dat ik de streep ging krijgen, maar dat blijkt niet helemaal het geval. Ik zal hem eerst even inshirten, dus misschien. Hè? Om rustig te beginnen. Mits is wel een beetje in de attack mode, zie ik. Dit is de buik in shirt. En dan, oep, zonder shirt. En sommige mensen zeiden dat het... valt toch nog best wel mee, zeiden ze online. Maar ik denk dat dat een beetje een vertekend beeld is. Dit is gewoon de naad van mijn shirt trouwens, hoor. Dat je niet, maar ik zie die streep. Je ziet het heel vaag een beetje. Maar, ik denk dat het beeld een beetje vertekend is. Maar ik heb, zeg maar... Kutmaat F. Dus dan heb je een beetje een gevoel van verhouding. Hè, tijger? Dus ja, dat is mijn buik. Dat is het denk ik ook wel weer. Ik heb het gevoel dat ik nog van alles meer wilde vertellen. Maar om een van de redenen ben ik dat dan vergeten. Maar dat komt er gewoon. De volgende update. Er gaan nu vaker updates komen. Want ja, als ik in mijn vlog zit. Dan ga ik natuurlijk elke week naar de vloskundige. Dus dat is wel leuk om te vertellen. Ik ben heel benieuwd naar de ligging echo. En die hebben we dus volgende week. Dus Mittens wil nu echt de battle modus. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag heel snel bij een nieuwe update. Laat ze even weten hoe jij je voelt met deze warmte. Met je buik. Hoe ver ben je? Hou je ook zoveel vocht vast? En zwel je ook op als het warm wordt? En heel erg bedankt nogmaals voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!